Nou, welkom bij ons pijncentrum. Jij bent zelf baas van de enkelland. Wat doe jij meestal bij je enkelland? Wat ik meestal doe, is ik doe heel veel administratie. Er moet heel veel administratie gebeuren, dus dingen opschrijven en versturen en contact houden met andere bedrijven. En soms dan val ik in als het iemand ziek is. Ja. Dat doe ik eigenlijk. Als sommigen ziek zijn, worden ook sommige invallingen. Of als je personeel zo, als jij ziek wordt, zeg maar, kan iemand anders invallen. Ja, dat kan. Dat doet Annelies dan. Ja. En mijn vrouw, Jelly, die valt dan ook in. Ja. Dus dan kunnen we wel doorgaan. Ja. Stel als je even niet begeleiders ziek worden. Ja. Dat heb je ook iemand ook vervangen geworden. Ja, dat doe ik dan. Ja. Dat doe ik nu ook, daarom ben ik hier vandaag. Ja. Is dat niet leuk? Jij doet ook heel veel met groen. Ja. Je bent altijd naar locaties geweest. Ja. Wat doe jij allemaal bij de groen? Nou, ik kijk dan een beetje welke werkzaamheden we kunnen doen, wat voor werk. En of we dat ook kunnen uitvoeren, of het niet te ingewikkeld is. Okay. En dan kijk ik ernaar. En dan kom ik later nog een keer kijken of het ook zo uitkomt. Of ze ook inderdaad het werk kunnen doen. Ja. Of ze het ook leuk vinden om het werk te doen. Want dat is ook belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ja. Maar zeker heel belangrijk is je veiligheid. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Maar dat hoef ik niet altijd, dat controleer ik wel, maar dat hoeft niet altijd. Ik doe meestal die mannen, de begeleider, die controleert de veiligheid. Oh, is goed. En als het niet veilig is, dan doen ze het werk niet. Nee. Dat is te gevaarlijk. Dat ja. Dat is niet goed. Nee. Heb je nog meer hobby's? Hobby's? Van de buitenkant, van jouw enkelland? Ja, nou, ik vind bijen ook heel leuk. Dus dat is ook een hobby. En daarnaast vind ik motorrijden wel leuk. En boogschieten. Vind ik ook leuk. Heb jij ook wel eens wedstrijden ermee gedaan? Ja, ook wel. Maar niet op de motor, hè. Okay. Dus, ik doe gewoon voor de leuk. Af en toe. Ja. Ja, dat is wel leuk, toch? Ja. Prima. Je doet ook heel veel van de bijen. Ja. Dus je bent de baas, zeg maar, van het enkelland. Hoe doe je dat met de bijenkasten overal staan? Ja. Wat doe je precies met de alle bijen? Oh, ja, dat is een moeilijke, of wel een mooie vraag, maar wel een lang antwoord. Maar ik zal een beetje kort maken. Heel goed. Ja, ik doe meestal alle handelingen, dus ik doe eigenlijk altijd controles of, ze ook gaan, of het goed met ze gaat. Okay. En dan kijk ik of er genoeg bloemetjes zijn, dat ze genoeg eten hebben. En als dat niet zo is, dan brengen we ze ergens anders naartoe. En als het wel zo is, is het prima natuurlijk. Dus daar kijk ik dan naar. En of probeer je nog of ze ook te veel groeien. Dan moeten ze meer, een beetje, nog een bak erbij, moeten ze meer ruimte hebben om te kunnen groeien. Daar kijk ik altijd naar. Dus ik controleer eigenlijk allerlei dingetjes. In de zomer doe ik dat één keer in de week, om dat even te controleren. Dan hou je echt stabiel. Precies, zeg maar. Ja, dat is het idee ervan. Lukt niet altijd, maar meestal lukt het wel. Oké. Ja. Heb je soms ook fans van de voetbalvereniging? Ik voetbal niet ofzo. Oké. Ik ben niet van de voetbal. Ik kijk wel naar voetbal als het op tv is, zoals gisteren was ook een voetbalwedstrijd met Nederland, maar dat is 1-1. Dat vind ik toch een beetje jammer. Ja. Moeten ze wel winnen, toch, of niet? Ja, dat is waar. Ja, vind ik ook. Heb je nog meer, zeg maar, om te... Jij richt ook van de restaurant. Ja. Dus je zit hiernaast. Ja. Dus jullie noemen dan dat buitenhof. Omdat er bij je bijen zit.
Ja, dat is wel een mooie naam, toch? Ja. Of niet? Ja, ja. Ik, ja. Want het was hier vroeger Koloniehof, heette dat hier. Ja, klopt. En toen hebben wij er Bijenhof van gemaakt. Ja. Met twee F's. En Bijenhof. En die tweede F is van Frederikshoort. Oké. Okay. Dat is wel leuk, hè? Ja. Ja, dat is wel gelukkig. Maar goed, we zitten nu met de corona. Dus een restaurant kan nog voorlopig niet open. Maar dat gaan we wel voorbereiden. Ja. Volgens mij vond jij dat ook wel leuk, of niet? Ja. In een restaurant werken. Ja. Ja. Nou, wat gaan we dat doen? Kunnen we mooi voorbereiden. Ja, toen moet ik nog allemaal eerst waterleiding aanleggen, omdat daar zo geen water zit. Ja. En ik ook nog stroom. Stroom is er al. Stroom hebben we al. Maar water, behalve water. Water komt nog, ja. Ja. Wifi is er ook al. Wifi is er ook al. Ja. Ja, maar water komt nog, dat is op het laatst. Ja. Maar het is niet heel veel, alleen water voor de koffie, hè? Voor koffie en thee. Nou, het is niet alleen voor het water en koffie en thee. Oh. Is, ja, soms moet van de keuken, moet je ook wel handig. Sommige moet je ook met water moeten koken. Ja, dat is wel zo. Ja. Ja. Dus dan moet je daar ook voor gebruiken. Ja. Maar de water komt nog. Oké. Okay. Maar we kunnen nog vast oefenen met broodjes smeren natuurlijk. En met koffie zetten misschien. Of bedienen, hoe je dat moet doen. Kunnen we alvast mee beginnen te oefenen. Na de herfstvakantie. Ja. Vind je dat wel leuk? Ik denk dat we allemaal goed zou komen. Denk je dat? Dat denk ik wel. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Nou, volgens mij heb ik heel veel dingen verteld tegen jou. Mm-hmm. Heb je ook eens broer en zussen? Als ik die heb? Ja, die heb ik ook. Ja. Hoe heet ze? Ik heb één broer en één zus. Oké. Okay. Ja. Hoe heet die? Je naam of voornaam? Die heet ook Meijer, net als ik. Oké. Okay. Ja. Is dat niet leuk? Ja. Ja, dat klopt. En ik ben ook opa. Ook nog. Heb je ook, volgens mij heb je ook een kleinkinderen? Ja, twee. Ja, en ook kinderen, dus ook nog twee dochters. Ja. Maar die ken je wel volgens mij toch, die ene dochter? Ja. Heb je nog een keer gezien? Ja. Ja. Kijk, dat is wel goed. Oeh. Komt nou goed? Ja hoor. Oké. Okay. Je hebt wel eens gezien. Dus, ja. Ja, dat klopt. En ik woon in Nieuw-Pekela. Ja. Ben je er wel eens geweest? Ja. Oh, mooi. Dat is goed. Ja. Heb je nog wel meer vragen? Ja, ik denk dat het een beetje een moeilijke vraag dat erbij komt. Oké. Okay. Omdat, heb je ook huisdieren? Heb je of niet? Ja, natuurlijk die bijen, maar er zijn wel heel veel. Okay. En een hond en een kat, twee katten en ook nog kippen. Dus er zijn wel een heleboel. Ja, vijf kippen. Vijf kippen? Ja, niet heel boel, maar vijf kippen. Ja. Oké, als bij elkaar zijn we wel best veel. Ja, dat is ook wel. Ja. Die zijn nog niet, die leggen nog geen eieren. Dat hoop ik volgend jaar. Ja. Ja, ik hoop het ook voor je. Ja. Dan nemen we ook een paar eieren voor je mee. Hoe is goed. Als ze het niet gelegd hebben. Ja. Nee, dus wel huisdieren. Ja. Dus maar elke dag met de hond lopen. En poezen, die doen ze het zelf. Die kunnen wel uit en erin. En die bijen, die remmen zichzelf ook een beetje. En die kippen moeten ook elke dag even in een hok, een nachthok. Ja. En er weer uit. Maar anders worden ze opgegeten door een matter. Ja. Dat is ook jammer. Ja. Dus dat hoeft zo niet. Oké. Waar woon je precies? In Nieuw-Pekela. Oké. Okay. Dat ligt in Groningen. Ligt bij de... Welke ben je in te rijden is het? Dat is ongeveer een klein uurtje rijden. 15 minuten ongeveer. Ja. Dat is wel mooi. Het is een mooie route. Hier door Drenthe zo. Kom je door Dwingelo. Dieven, Vledder, Babse. Dat is wel een mooie route. Ja. Een mooie omgeving. Dus dat vind ik wel leuk. Ja. Je heel veel aan de buitenkant van het bijencentrum. Mm-hmm. Doe je ook nog bij je Kimhuis werken je ook nog. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Als daar iemand ziek is, dan
dan vervang ik die ook. Oké. Kan ik ook. Daar moet je wel opletten als het daar ziek is. Als je daar bij bijzonder ook ziek is, dan welke kant moet je dan op? Ja, dat is wel een. Dat is nog niet gebeurd, maar dat is wel een, dan is het wel heel lastig. Ja. Ja. Dus dan hoop maar dat dat niet gebeurt. Oké. Nee. Dat, of we gaan al wat schuiven met mensen. Ja. Dat kan ook nog, natuurlijk. Ja. Zodat hier, of die mensen van Kiemhuis komen hier naartoe, dat kan ook. Ja. Dan doen we dat hier gezellig met elkaar. Ja, het is wel zo handig. Dat is ook leuk, toch? Ja. Ja, en leuk, en handig, en gezellig. Ja. Ja. Nou, leerling. Nou, ik ben heel fijn dat je even tijd voor me had. Nou, graag gedaan. Ik vind het een leuk interview. Ja. Heel erg leuk. Dat is mooi. Nou. Oh. Ja. Ik wil bedanken voor jou de interview. Ja. Graag gedaan. En ik hoop dat de mensen sinds thuis kijken. Als ze het niet genoeg hebben. Als ze nog meer vragen hebben van Jamaya. Meld hem nu aan. Hoe kan dat? Via jouw YouTube-kanaal? Ja. Oké, oh, dan beantwoord ik ze graag. Goed, goed. Is goed? Ja. Oké, dankjewel voor het interview. Alsjeblieft. Het was leuk om te doen. Ja. Bedankt. Alsjeblieft.